He's black. He's black. He's black. He's brutal. He's boss. Mijn naam is Sjaak van der Veerdonk. Ik ben muzikant. En stimulator om mensen te laten muziek maken. Vanavond is een hele bijzondere avond. Wat wij doen is eigenlijk, zorgen dat mensen muziek gaan maken bij beeld. Dus we hebben allemaal korte filmpjes gemaakt. En het staat op het internet, dus kunnen mensen downloaden. En dan kunnen ze nadenken van hoe gaan we daar nou goede muziek bij maken, goede sfeer, goede sounds. En vanavond is een hele bijzondere avond, want we hebben al de beste mensen hebben geselecteerd, die hebben ingestuurd. 10 mensen en die gaan met elkaar battelen wie de beste soundtrack gemaakt heeft. En dat is een heel nieuw ding, dat is nog nooit eerder gedaan eigenlijk. Waarom dit initiatief? Ja, er zit een heel idee achter. Wij vinden het heel erg belangrijk dat mensen muziek gaan maken. Echt, maar dan niet alleen maar een instrument spelen en de muziek naspelen, maar gewoon echt ideeën uitdenken en die dat ontwikkelen ook. Wat zit erin voor de winnaar? De winnaar gaat met een professioneel team. Gaan zij een film maken op hun muziek. Hoe heet jij? Maxiro. Hoe oud ben je? 10. En vertel eens wat over je filmpje. Wat is het voor een filmpje? Het is een filmpje van een soort van meteoriet en dat komt dan op de aarde terecht en dat maakt er allemaal muziek. En hoe heb jij de muziek gemaakt? Met GarageBand en DJ. Vooral met verschillende loops. En wat zijn loops? Een soort van geluiden en dat kun je dan aan elkaar plakken. Oké, geluidssporen? Ja. Oké. Wat wil je worden? Mijn twijfels liggen tussen danser en DJ. Oké. En wat denk je vanavond? Word je eerste? Ik vond het goed. Ja? Heb je kans? Ja. Ja? Hip-hop. En de winnaar is, staat het ergens opgeschreven? Dano, he said you know. Yeah, we know. Who is it? Dat betekent dat Maximo heeft gewonnen, dames en heren, laat je horen. Maar volgens mij weet ik zeker dat Camilo dit ook heel goed kan gebruiken. En hij wil niks met green screen. Yes. So here I stand with Maximo, he won the soundtrack festival tonight. How do you feel? Yeah, I feel good. Yeah. I feel good, I won. I guess it was a hard challenge actually to come up with something in the 45 minutes. So. Where are you from, actually? I'm from Germany, actually. You came all the way? No, I live here in Rotterdam, so yeah. Hey, you already did this kind of competition? I did this before, yeah. I've taken part in a few beat-em-ups, basically, yeah. And yeah, I've done it before, so I knew what was going to happen. Is this your hobby or your profession? It's in between. It's in between both. It started as a hobby. And it's going directions where it's starting to become a profession, actually. So. En wat gebeurt er na vanavond? Nou, eigenlijk willen we dit volgend jaar op een grote schaal gaan doen. Dus de idee is in Rotterdam geboren en we willen dat eigenlijk ook in Amsterdam en in Groningen gaan doen. In combinatie met muziekopleidingen en kunstacademies. En ook gewone mannen en vrouwen van de straat die gewoon muziek willen maken. Ja. Wat voor soort muziek? Dat mag eigenlijk alles zijn. Hij staat op de tafel, hè? Hij staat op de tafel.
Watch that sound festival. Make some noise for Moose. Yeah, 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 yeah.